Nou, we zijn bij Mooi Weer op het prachtige mooie eiland Terschelling. Ik moet zeggen, het is daadwerkelijk een fantastisch mooi eiland. Aanbevelingswaardig voor iedereen. Minister Kamp komt hier naartoe. We hebben een werkbezoek voor hem georganiseerd. We willen hem iets laten zien van onze prachtige sector. Een sector die enorm belangrijk is voor de economie van Nederland. Fijn dat de minister van Economische Zaken daar ook naar komt kijken. Hartelijk welkom op Terschelling. Ja, ik ben eigenaar van het bedrijf. Ik ben aangespoeld. Ik ben verliefd geworden op het eiland. Kunt u kort vertellen waar de activiteit uit bestond vandaag? We zijn typische eilandenactiviteit naar het strand gegaan met een landrover. En daarna zijn we een stukje door het duin hebben gewandeld en genoten van het uitzicht op de Noordzee. Het zag er bijzonder mooi uit vandaag. Hier op Terschelling heb ik gezien dat het gaat goed. We hebben in Nederland vorig jaar 10% meer toeristen uit het buitenland mogen ontvangen. De Waddeneilanden liggen in het buitenland en ook op de Nederlandse markt heel goed in de markt bij het publiek. 20 jaar geleden lag Terschelling goed in de markt, nu liggen ze goed in de markt. En ik ben overtuigd dat het over 20 jaar nog steeds het geval zal zijn. Wat kan de minister van Economische Zaken betekenen voor recreatieondernemers hier op Terschelling? Nou, wat ik vooral kan doen is zorgen dat het product recreatie in Nederland dat de aandacht krijgt die het verdient. Het product recreatie heeft ook goede voorzieningen nodig, goede algemene voorzieningen. Ook goede promotie van Nederland in het buitengebied. Ook goede samenwerking tussen de ondernemingen, de overheden en de kennisinstellingen als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten. Daar zijn wij op het ministerie van Economische Zaken mee bezig om te zorgen dat de ondersteuning voor de ondernemers dat die aanwezig is. En dat de regeldruk voor de ondernemers niet onnodig belastend is. Hoe vond u het om vandaag met de minister in discussie te gaan over de onderwerpen die hier spelen op recreatief vlak? Leuk. Het geeft het gevoel dat de politiek bereikbaar is, laagdrempelig. Ik denk dat het een goede zaak is, want bestuurders zitten toch een beetje in ivoren toren. En als je dan gewoon met elkaar in gesprek kan, heb je toch het gevoel dat je gewoon ook iets kunt bereiken en er ook toe doet als burger. Welke onderwerpen zijn er vandaag zoal besproken met de minister? Voornamelijk lokale problematiek. Dus bestaande regelgeving versus nieuwe wensen van gasten. De afmetingen van onze huisjes, caravans, onze tentenproblemen waar we tegenaan lopen. De geluidsnormen, onze uitbreidingen die hier altijd vastlopen op het eiland. Wat hoopt u dat het ministerie van Economische Zaken kan betekenen voor de ondernemers hier op Terschelling? Dat de regelgeving hier wat makkelijker wordt. Want wij lopen hier toch wel tegen muren aan. En deze muren die blijven echt heel erg rechtop staan. Ik heb wel het idee dat de minister meer inzicht heeft gekregen. En ik denk dat er veel lokaal geregeld kan worden. Maar ik denk ook dat de minister een aantal zaken mee heeft kunnen nemen nu die ook landelijk spelen en ook landelijk aangepakt kunnen worden. Het is zo dat de recreatieondernemers in Nederland die zorgen voor heel veel omzet. Ze betalen veel belasting en er is veel werkgelegenheid die ze creëren. Ik zou ook tegen hen willen zeggen dat ik blij ben dat het zo goed gaat, dat Nederland zo goed in de markt ligt. Ik denk dat er in Nederland voor de recreatieve ondernemers nog erg veel te doen is. En het gaat niet alleen om de buitenlandse en de Nederlandse toeristen, het gaat ook om recreatie in algemene zin. De beleving die je hebt, ook als je werkt, dat je toch in je vrije tijd ook te maken hebt met de recreatieondernemers. Ik denk dat de toekomst er goed uitziet en dat is vooral te denken aan de inventiviteit en het doorzettingsvermogen van de recreatieondernemers. En daar ben ik hen zeer dankbaar voor.